Dit, maar dit is precies de reden waarom ik elk video een muts moet aandoen. Mijn haar is zo een levend wezen. Ik leef voor twee en dit haar is één van mijn twee persoonlijkheden. Wat van? Precies daarom hebben we mutsie muts. Dit is niet eens mijn muts. Iemand heeft hier laten liggen en ik doe die nu altijd aan. Hallo dames en heren. Welkom bij een nieuwe video waar ik mijn mening ga zeggen over een onderwerp die zo gevoelig ligt dat heel veel YouTubers op hun teentjes getrapt gaan zijn. Dan gaan ze zo weer subtweeten over mij. Dan gaan ze weer boos worden. Maar daarvoor doen we het toch voor de hate. Vandaag in Acid Alert. Waarom? What the fuck, dude? Waarom is het niet oké? Niet om een relatie te hebben, om te zoenen of om iets seksistisch te doen. En dan valt seks daar ook onder. Met een fucking fangirl. 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 Om eerst even een duidelijke definitie te geven van een fangirl. Een fangirl is een vrouwelijke kijker van je video's. Maar niet zomaar één vrouwelijke kijker. Snap je, niet alle meisjes die mijn video's kijken zijn fangirls. Fangirls zijn de meisjes die fangirls zijn. Snap je? Waarschijnlijk niet. Daarom leg ik er nog eens uit. Je hebt een paar types fangirl. Laat me er gewoon een paar uitbeelden. Ja, ik beeld er gewoon een paar uit. Weten jullie wat er onder fangirl valt? En weten jullie ook of jullie onder fangirl vallen? Of onder fanboy? Maar dat is weer iets helemaal anders. Wow, we wijken weer helemaal af van de video. Nice. Dit was niet eens gepland dat ik dit ging doen. Type 1. Dit soort fangirl heeft altijd zo fucked up pack. Of zoiets, of zoiets. Haha. Oh my god, hij is dit! Oh my god! Dan heb je ook nog type 2. En daar heb je ook nog type 3, maar daar heb ik geen zin in om die uit te beelden. Fangirls zijn geweldig. Ik meen het, ik hou van fangirls. Van de leuke fangirls. Van de fangirls die fucked up zijn, daar hou ik niet van. Maar ik hou van fangirls. Ik hou wel van mijn kijkers. Evenveel van jullie allemaal, love you. Maar een relatie hebben met een fangirl is fucked up. Ten eerste, dat meisje is verliefd op je YouTube-personage en niet op jou. Zelfs wel als YouTuber zegt van, die fangirl is fucking lekker. Ze heeft fucking dikke tetten. Ze heeft fucking groot. En je zegt gewoon van fuck it, ik ga sturen maar ik ga haar afspreken en ik ga haar neuken. Want dat kan ik doen, dan ik ben een YouTuber en ze is een fangirl, ga alles doen wat ik wil. No, that's not how it works. Snap je, dat meisje is een fan van je. Ik denk niet dat de bedoeling is dat je vriendin je fan is, want dan... dat kan wel handig zijn, maar dat is niet de bedoeling. Kan je nu allemaal voorbeelden in de comments zetten van mensen die een relatie hebben met een fangirl of zo? Nee, ik vind het fucked up. Ik vind het heel fucked up. Nee, vind ik niet lekker. Houd ik niet van. En er zijn YouTubers in de community van België en Nederland. Van YouTubers die laatst jaar weer fangirl. Die daar echt niet fucked up over doen. Die denken dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Maar oké, dat is het niet. Of ik doe weer moeilijk en ik maak van alles een probleem. I don't know. Maar wat ik wel weet is dat sommige dingen heel fucked up zijn. We're talking about YouTube fangirls. Fangirls. Stel je voor, je hebt een vriendin en ze is een fangirl. En je weet dat, maar je de boetje gaat holen. Je denkt gewoon van, fuck die shit, I just wanna be. En je neemt je vriendin mee naar een meeting. En je wandelt zo met je vriendin. Door de gang van de YouTube gathering of van wie weet ik veel. En opeens zie je zo Gio of zo. En je zegt zo, yo Gio. Je vriendin begint daar helemaal te flippen. Oh my god, Gio, what the fuck. En dan sta je daar zo. That's my girlfriend. Maar meestal komt het zelf niet zo ver, snap je. De meeste YouTubers die een relatie hebben met fangirl, neuken naar één keer en dan ditch je ze daar helemaal. En meestal komt het dan ook nooit uit wat die YouTuber je ontkent dan dat alles is gebeurd. Ik meen het, wees blij dat jullie niet weten welke YouTubers zo fucked up shit hebben gedaan. Ik denk dat niemand van mijn vrienden dat ooit heeft gedaan. Of van mijn kennissen. Maar ik weet wel dat er YouTubers zijn en ik kan hun namen roepen en ik kan dat gewoon zeggen. En dan ben ik dood. Word ik neergestoken door de fucking maffia ofzo. I don't fucking know. Maar het is fucked up. Dus als ik jullie een tip kan geven, hey toekomstige YouTuber, pas op voor de fangirls. Je hebt ook dan nog fame slatjes. Die vinden je video's kut. Die vinden jou waarschijnlijk ook niet echt mooi. Die vinden je video's echt heel kut. Maar die vinden het gewoon tof dat je veel volgers hebt en veel likes hebt op Instagram. En dan willen ze je vriendin zijn om gewoon zo ja te gold diggen. Jammer is dat die meisjes meestal ook echt knap zijn. Want die zijn gewoon echt fucked up in hun hoofd. En daarvoor moet je oppassen als YouTuber of als iets anders. Want die zijn echt sluw. Die zijn echt vosjes. In de zomer was ik eens aan het feesten in Brugge. Dat was voor ik in elkaar geslammen ben door de chenen. En er kwamen twee meisjes naar mij. En ik vond die echt, dat was echt gewoon ah. In mijn hoofd dacht ik al van ah. En ik begin te praten met hun en dat ging heel goed. Ik dacht echt van shit ah. Tot op het moment dat ik ineens naar buiten ga met hun. En even aan het chillen bij mij op een bankje ah. En op een bepaald moment dacht ik van what the fuck. Als dit zo doorgaat, dan neem ik hun gewoon alle twee mee naar huis. Tot op het moment dat ik mijn telefoon uithaalde om eens even op Instagram te checken. Toen nam een van die twee chicks mijn telefoon af en tikte zijn naam zo in mijn Instagram en volgde hun zelf. En ik zat daar zo op die bank zo, hé, what the fuck doen jullie? En een van die meisjes zegt zo, ja, we zijn onszelf aan het volgen op Instagram, dat mogen we toch wel doen. Dus ik neem zo mijn telefoon terug en ik zo, what the fuck? Druk zo op unfollow en ik unfollow en alle twee. Ik zeg zo, what the fuck, dat kan je echt niet doen. Like, ik ken jullie misschien 20 minuten of zo. Nee. En toen stonden ze erachter en toen zeiden ze dat ik een dikke nek had en dat ik dat niet kon doen. En dat ik mij veel te goed voelde omdat ik, ja, populair was of zo. They ask you how you are, you just have to say
say that you're fine when you're not really fine. En dat was de laatste keer dat ik een twee chicks had gezien. Dus jullie deze video kijken. Maart. Gold diggers. Same hoertjes. Het is in mijn hoofd sowieso nooit oké om iets te doen met een fangirl. Je kan hun volgen op Instagram. Je kan hun volgen op Twitter. Je kan foto's met hun maken. Maar je kan niet met hun afspreken en wat dan. Snap je? Don't do that. You can't do that. Maar ik zit wel als je echt verliefd bent op een fangirl. En als je nu echt gewoon verliefd bent op haar. Nou, I don't know. Ik denk niet dat dat al gebeurd is. Ooit. Ergens. Want meestal heb je, je hebt die YouTuber en je hebt zijn YouTube-personage. En dat zijn twee hele andere mensen. Bij sommige YouTubers liggen die letterlijk dicht op elkaar. En is de YouTuber eigenlijk gewoon perfect hetzelfde. Bij mij is het zelf een beetje anders. Ik ben, bij mij is het heel fucked up. Bij sommige YouTubers is het helemaal anders. Dan zie je hun video's en dan denk je zo van, wow, nice. En dan zie je hun in het echt en dan denk je zo van, who are you? Het is een heel ingewikkelde wereld en liefde is ook de ingewikkeldste waar het bestaat. Maar je kan niet zoenen met een fangirl, dat is gewoon dope. Iets doen of voortplanten, dat kan je ook niet doen. En als ik nog één tip kan geven, just don't do it. Het is gewoon niet oké. Snap je? Dit mag gewoon niet. Ook al heb ik niet echt goede argumenten om dat te verdedigen, het kan gewoon niet. You just can't do it. And are the rules. So, ladies and gentlemen, be sure to smash the thumbs up on this video. Duimpjes omhoog zijn altijd heel leuk. Klik ook op deze video als je nog de vorige video wil zien van mij. En dan ben ik eens dit. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei!